Linkse activisten zijn uitzinnig wanneer de vooruitleden na urenlang vergaderen buiten komen en blijkt dat ze het bestuursakkoord met N-VA hebben verworpen. Tevreden, meneer Balthazar, dat het weggestemd is? Tevreden niet, maar ik had het vermoed. Ik ben er ongemakkelijk van. We hebben democratisch laten stemmen, ze hebben gestemd en we gaan naar de volgende fase. En we zijn een sterke organisatie met sterke mensen die een gezond verstand hebben en we gaan naar de volgende fase om onderhandelen. We hebben ook geluisterd naar de mensen die hier buiten staan. Wat heel erg belangrijk is, is dat er overal waardering is voor het programma dat er eigenlijk gekomen is, dat op papier ligt. Maar dat er enorm veel wantrouwen is ten opzichte van de N-VA als partij. Die aversie tegen N-VA heeft inderdaad uiteindelijk de doorslag gegeven. 56% van de leden stemde tegen het bestuursakkoord. Ik zeg met dubbele gevoelens. Ik heb heel veel enthousiasme gehoord en waardering over de inhoud van het bestuursakkoord dat we hebben voorgelegd. Een bestuursakkoord waar de socialisten fier op kunnen zijn met de recepten die socialisten verwachten voor het bestuur van deze stad. Maar het was duidelijk dat een coalitie met N-VA dat een te groot struikelblok is voor heel veel leden. En daarom is het voorstel verworpen. Het initiatiefrecht zal worden doorgegeven als groen en Vooruit zal zich constructief opstellen. Hoe het nu verder moet met de kartellijst voor Gent tussen Vooruit en Open VLD is onduidelijk. Ik leg mijn taak als initiatiefnemer neer. En dan is het aan de tweede grootste partij om het initiatiefrecht te krijgen. Dat wordt dan groen, als ik het goed heb? Dat wordt groen. Wat nu dat het hier een grote politieke puinhoop is. Een van de hoofdrolspelers zijn van me vanmorgen. Er is werkelijk niemand die nog maar het minste idee heeft van hoe dit nu verder moet. Groen is nu inderdaad aan zet. En dat de inzet hoog is, dat bleek vanmorgen toen de co-voorzitter van Groen, Jeremy van Eekhout, hier aan het stadhuis verscheen om zijn troepen te ondersteunen. Groen gaat nu opnieuw praten, maar alleen met voor Gent, dus niet met andere partijen. Voor Gent, de lijst die dus enkele dagen geleden tegen Groen heeft gezegd: wij willen jullie niet, wij willen met N-VA. En er zijn nadien zware woorden gesproken tussen Voor Gent en Groen. Leugenaars, schijnonderhandelingen. Maar Voor Gent, dat is ook een verscheurde lijst, want je hebt daar dus aan de ene kant de socialisten die gisteravond duidelijk hebben gezegd: wij willen niet met N-VA en dus eigenlijk met Groen. En aan de andere kant de liberalen die net het omgekeerde hebben gezegd, namelijk: wij willen absoluut niet met Groen, wij willen zeker met N-VA. Of dat nog kan goedkomen tussen Voor Gent en Groen, één topliberaal zijn we met de Groenen, dat nooit. Ja, maar als die lijst Voor Gent dan toch zo verscheurd is, Bart, kan het dan geen oplossing zijn dat de liberalen en socialisten weer opsplitsen? Wel, politiek gezien zou het kunnen dat ofwel de liberalen ofwel de socialisten in de gemeenteraad uit die fractie Voor Gent trekken en als onafhankelijke gaan zitten. Maar juridisch lost dat niets op, want juridisch blijven ze deel uitmaken van die ene fractie Voor Gent. Dus wat schijnbaar een oplossing is, is het dat in de realiteit niet, door de nieuwe regels die bepalen hoe de burgemeester wordt verkozen en hoe de gemeenteraadsverkiezingen moeten verlopen. Hafsa El Bazibi, het kopstuk van Groen dat nu aan zet is en 2 weken de tijd heeft, beseft dan ook dat ze voor een schier onmogelijke opdracht staat. Er zijn harde woorden gevallen aan verschillende kanten. Nu in de politiek horen wij groot te zijn, onszelf en onze eigen schaduw ook overstijgen. En dat is wat nu de komende dagen kan gebeuren in het belang van onze stad, om daar echt wel op zoek te gaan naar wat bindt ons. Dat is heel wat en ik geloof dat dat wel degelijk kan lukken als we samen de pagina omslaan. Kan die bladzijde zo snel omgeslagen worden, denkt u? Uiteraard, wij zijn grote mensen. Dat verwacht onze samenleving en onze Gentenaars ook van ons, van alle partijen. Dus het is in het belang van de stad dat we hier wel in slagen. Ja, Bart, voor Groen is het misschien iets makkelijker om die bladzijde snel om te slaan. Hoe reageert N-VA?
Wel, officieel is de enige reactie bij N-VA. Wij nemen akte van die beslissing van de leden van Vooruit. N-VA zit natuurlijk nu wel in een lastige positie, want ze zijn afgewezen. En het is ook nog eens open en bloot duidelijk hoe ver ze wilden gaan om toch maar in dat Gentse stadsbestuur te kunnen gaan zitten. Achter de schermen bij N-VA hoor ik vooral grote woede. We hebben met verbijstering zitten kijken naar wat er gisteravond is gebeurd. Zo kreeg ik te horen. Alsof N-VA de baarlijke duivel is. Alsof we iets vies zijn dat moest doorgeslikt worden. Het is ongehoord wat de vooruitleden daar gedaan hebben en over ons gezegd hebben. Terwijl we bijvoorbeeld wel samen in die Vlaamse regering zitten waar N-VA en Vooruit samen besturen. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een Gents Vooruit kopstuk, Frederik Sioen, de zanger, die hier in Gent fel tegen N-VA geageerd heeft, maar die wel in het Vlaams parlement samen met N-VA in één meerderheid zit. Om maar te zeggen, dit is bijzonder slecht gevallen bij N-VA en ik hoor zelfs woorden als linksfascisme. Zware woorden. Nu, N-VA en Vooruit onderhandelen wel nog samen in Antwerpen en ook voor die federale coalitie. Zal dit gevolgen hebben voor die gesprekken? Ik denk dat dat bijna niet anders kan. N-VA is vernederd en gaat dat niet zomaar laten passeren, denk ik. Ik denk dat Bart De Wever ook meer had verwacht van vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Hij heeft gisteren enkel een mail gestuurd, heeft geen stemadvies gegeven. En dan hoor ik, ja, misschien moet een voorzitter op dat moment gewoon doorduwen. Intern bij Vooruit heeft Rousseau ook nog wel wat andere katten te geeselen, want je kan er natuurlijk niet omheen dat dit voor de top van Vooruit ook een blamage is, dat zij niet hebben ingezien of onderschat hebben hoe gevoelig het is voor hun achterban om samen met N-VA in zee te gaan. Rousseau die was hier vanmorgen in Gent om te overleggen met zijn lokale top en dat heeft al gevolgen gehad, want de lokale partijvoorzitter Joris van den Broeke heeft zijn ontslag gegeven als lokale voorzitter en heeft zich ook samen met Astrid de Bruijker teruggetrokken als onderhandelaar. Dankjewel, Bart.